100 schoenen aan iedereen. Het doet mij echt waar ongelooflijk veel plezier om te zien dat er nog zoveel jonge mensen geïnteresseerd zijn in de mens Bart Peeters. Want na mijn sabbatjaar had ik toch wel een beetje gevreesd dat er weinig interesse zou zijn. Maar de massale opkomst hier vanavond, dat is echt waar hard verwarmend. En ik ben ontzettend blij om nog eindelijk eens terug te zijn in Zonnebeke. Want en dat is iets wat heel weinig mensen weten, maar ik heb een heel groot deel van mijn jeugd hier in Zonnebeke doorgebracht. Ik had hier namelijk een tante wonen, tante Marie-José, een kleine lieve dame met een enorme tuttekarij. En mijn broer en ik, we kwamen hier elk jaar een paar weken logeren. En echt waar, mannen, wat wij hier uitgestoken hebben, dat waren machtige tijden. Want wij mochten dan zo ravotten in de tuin en alles wat wij opgegraven hadden, van helmen, granaten en beenderen, dat probeerden wij dan te verkopen aan Engelse toeristen. Maar er was één iets wat wij van tante Marie-José niet mochten verkopen, dat hield zij liever voor zichzelf, dat was zo'n obusios. En waar wij ook heel vaak naartoe gingen, dat was naar Bellewaardepark. En ik weet nog, op dat moment was dat nog geen zo'n attractiepark zoals nu, maar gewoon een dood eenvoudige dierentuin met van die exotische dieren zoals giraffen, gorillas of flamingo's. Maar het meest exotische dier van allemaal, dat vond je niet terug in Bellewaardepark. Daarvoor moest je naar Omnishop Bossaard of de Zandberg. Want daar werkte toen zo'n klein lief meisje, Arlette denk ik, met van die hele verzorgde wapens. En zij heeft echt waar een botten gespeeld in mijn natte dromen. En vandaag was ik eindelijk nog eens terug in Zonnebeke en ik dacht, ik ga eventjes terug naar Omnishop Bossaard om te zien of Arlette maar nog altijd werkt. En ik liep daar tussen die rayons en ik was amper 5 minuten binnen en plots hoorde ik het weer van me. Johnny, kun je hier een blote compression? En toen dacht ik, wat leven wij toch nog altijd in een schone wereld.